Ik ben Hans van Alphen en Limburg.net heeft me uitgedaagd. Ik mag afval sorteren, dus ik heb een klein feestje gehad en dat brengt altijd een berg afval mee. Fles wijn zet ik bij de glasbol, dat lijkt me redelijk evident. Ik draai dat stopje er nog altijd af. Plastieke fles drinken, dat gaat bij PMD, chips. En dat gebeurt wel vaker bij ons. Als er volk komt, dan starten we met een zak chips en dan ligt die dan na 3 maanden nog. De inhoud van de chips, dat gooi ik altijd bij de GFT. Ik denk dat dat goed is. Omhulsel bij plastiek. En hier zit ik in de problemen, want daar twijfel ik zelf altijd aan. En als ik twijfel, dan gooi ik het gewoon bij het restafval. En ik krijg straks toch ook te weten of het allemaal juist is. Potje ricotta. Voor mij is dat plastic. En ik weet dat er verschil is tussen harde en zachte plastic. Maar als ik mijn plastic verzamel thuis, dan gaat plastic wel gewoon bij plastic. Kaarsen, restafval. Bakjes gaat bij mij ook bij restafval. Vuile pizzadoos. Dat is altijd een lastige. Want wil je dat bij papier gooien? Ik weet het niet. Of ik zou dat durven gooien bij de GFT. Want mijn redenering is, papier dat vergaat mee. En dan denk ik dat we rond zijn. Dus als Hans sorteert, dan ziet het er zo uit. Ik hoor net dat ik 9 dingen fout heb. Dat is echt gênant. Maar de oplossing zit in mijn achterzak. De afvalkalender van Limburg.net. En daar staat vanachter inderdaad in. Ja, wat waar hoort. Hè. Stel dat je de afvalkalender niet hebt, dan kun je altijd op Limburg.net nog nagaan hoe dat je afval moet sorteren. Toch maar nalezen. En ik denk dat ik het zelf toch ook nog eens goed ga nalezen.